Dit is Helmond Schout. Een programma voor ouderen, met ouderen en door ouderen. Met deze week. Het invullen van allerlei papieren voor bijvoorbeeld de Belastingdienst en andere overheden is voor veel ouderen erg ingewikkeld. Stichting Lambertus Concerten Helmond hoopt in 2022 een nieuw project te kunnen starten. We brengen u weer op de hoogte van alle activiteiten in Helmond. En Hoesijn gaat samen met Truus videogames spelen. Natuurlijk gaan we ook weer lekker meezingen met Dubbel Trubbel. Welkom bij Helmond Schout. In 2022 organiseert Stichting Lambertus Concerten Helmond Vergeet Niet te Zingen. Een cultureel participatieproject voor mensen met dementie en hun naasten. Ze hopen dit na 2 maal uitstel vanwege corona komend jaar met veel plezier uit te kunnen voeren. Wij willen als Lambertus Concerten meer met klassieke muziek doen. En dat betekent dat we ook jongeren willen bereiken, maar ook vooral ook ouderen. En dus ook maatschappelijke projecten willen doen. En steeds meer klassieke muziek met ouderen actief laten participeren en dat soort zaken. En toen kwam Tabu bij mij met een heel mooi plan wat ze in Haarlem gezien had over een koor waar mensen met dementie samen met gewone, reguliere koorzangers delen uit de Johannespassie zongen. En toen had ik meteen zoiets van, ja, dat past perfect in onze strategie, dus dat gaan we hier in Helmond ook organiseren. Het Passiekoor is een koor dat bestaat uit mensen met dementie en 2 buddies die de koorzanger ondersteunen tijdens het repetitieproces. En het belangrijkste in dit hele koor is eigenlijk dat de mensen met dementie niet worden gezien als mensen met dementie, maar gewoon volwaardig koorzanger. Ja, maar hoe kunnen die mensen met dementie nu die tekst onthouden? Want dat is natuurlijk het grootste probleem. Ja, we hopen mensen met dementie te vinden die in het verleden ook passiemuziek hebben gezongen. Maar mensen met dementie hebben ook nog steeds een lerend vermogen. En zeker de koralen van Bach, daar zijn ook een beetje algemene kerkmelodieën, die pikken ze heel makkelijk op. En mochten ze het zelf niet onthouden, dan zitten ze in een warm bad van andere zangers waarin ze volledig mee worden genomen. Nou, in eerste instantie zijn we voor het koor op zoek naar mensen met dementie die graag zingen en die graag klassieke muziek ook zingen. En daarnaast zijn we ook op zoek naar de begeleiders, want er zit nog een heel project rondomheen. Terwijl we ook begeleiders mantelzorgers voor nodig hebben. Naast het Passiekoor hebben we ook een verhalentafel en een kunstproject. Wat allemaal binnen hetzelfde concert zijn uitvoering vindt. Bij de verhalentafel worden heel specifiek mensen met dementie en een naaste uitgenodigd. En dat kan een partner zijn, maar ook een oud collega, een goede vriend of een dochter. En dan worden met deze mensen echte passieverhalen naar boven gehaald. En die verhalen die worden weer afgewisseld met de passiemuziek tijdens het concert. Stel dat mensen zichzelf willen aanmelden, waar zouden ze dat kunnen doen? Dan kunnen ze dat in ieder geval doen op info@lambertusconcerten.nl. Dat is het algemene mailadres, dat komt dan bij mij binnen en dan komt het wel in de goede kanalen terecht. Omdat dit een première is eigenlijk en een allereerste opzet, is deelname kosteloos. En daarnaast vinden wij het gewoon heel erg belangrijk dat mensen zich goed voelen om hier aan deel te nemen. Dus we proberen zoveel mogelijk drempels weg te nemen. En in samenwerking met de LEF-groep, die hebben automaatje, kunnen we ook vervoer op maat verzorgen. Ook deze week hebben we weer een aflevering van Jong Geleerd is Oud Gedaan. Hoesijn laat aan Truus zien welke spellen hij speelt op zijn gamecomputer. Iets wat Truus nog nooit gedaan heeft. En Truus laat Hoesijn een spel zien wat hij ook nog nooit gespeeld heeft. Vandaag heb ik een PlayStation 4 meegenomen, zoals je hier ziet. Ja? Kijk, dit is een controller. Een PlayStation 4, dat is eigenlijk een console waarmee je spelletjes kunt spelen tegenwoordig. Oké. Ja. En dat gaat via? Ja, je kunt online dan een spelletje spelen, maar je kunt ook offline kun je dan een spelletje spelen.
Ik weet niet, hoe ging dat vroeger? Dat je spellen speelde met anderen? Nou, niet zo. Nee, hoe ging dat dan? Dat waren meestal bordspelletjes, ganzenborden, mensen eigenlijk niet, dammen. Jawel, dat was goed voor de brein. Ja. En kaarten deden we veel. Jokeren, daar kon je met tweeën. En rikken, dat was bij ons stevast na het eten, rikken. Mm-hmm. Uurtje rikken en dan de afwas. Oké, nou leuk. Nou, wat wij eigenlijk doen is niet echt bij elkaar komen, maar meer iedereen, zoals ik al zei, iedereen thuis. Ja. Zal ik anders een spel laten zien? Waar, ja, dat vind ik wel leuk. Ja, dan ga ik een spel laten zien. Kijk, als je hier loopt, hier moet je hier hier moet lopen. Ja, en dan... Rechtdoor. Schieten. Welke knop is om te schieten dan? Hier, mee. Oh, hier, ja. Ja. Blijf lopen, blijf bewegen. Ja. Oh, boing, gaat. Ja. Ik schiet door de ramen heen. Oh. Schieten. Ja. Oh my god. Daar mag ik niet in. Ja, ja, een auto. Een oh, die ging auto, rond. Ja. Klasse. Zullen we nu het spel gaan spelen wat ik vroeger deed, dat mensen eigenlijk niet, ja, waar goed. Ik straks zei? Dat is goed. Nou, gaan we doen. Kom maar. Deze andere kant. Ja, deze kant. Die kant. 1, 2, 3. Ja. 2. Oké. 1, 2. En is het... Oh, je bent achter mij. Ja, maar natuurlijk. Ik ben er nog niet. 1, 2, 3. En wanneer mag ik dan een nieuwe... Als je 6 gooit. Alleen als ik 6 gooi. Als je 6 gooit. Anders een 4. 1, 2, 3, 4. Oké. 3. Ik gooi wel steeds 3. Ja, je moet hem goed laten rollen, jongen. 1, 2, 3, 4. En ik ga natuurlijk achter jou aan, hè? Dat snap je wel. Ja, dat snap ik zeker. En dit is dan wat jullie dan samen met z'n vieren dan deden? Ja. Maar dat is wel... Je kon het met 2, maar je kon het met 4. En als je het omdraait, kon je het volgens mij ook met 6. Vijf. 1, 2, 3, 4, 5. Oei. Oeh. Ja? Oeh, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik zet jou op de hielen. Pas op, hè. 1, 2. Ja. 3. 1, 2, 3. Oei. 2. Ah. Oh, zie je wat er gebeurt? 1, 2. Nee, je moet nog even, jongen. Ja. Met mensen eigenlijk niet. Hoe vond je dit? Om eerlijk te zijn vind ik dit veel leuker eigenlijk dan wat wij hebben. Dit ziet er veel gezelliger uit en vooral als je dat met veel personen doet. Ja, ja. En wat wij hebben is eigenlijk heel gewelddadig, zoals je ook hebt gezien. Maar was wel leuk, of niet? Ja, was wel echt leuk. Ja. Het invullen van allerlei papieren voor bijvoorbeeld de Belastingdienst en andere overheden is voor veel ouderen erg ingewikkeld. Maar geen nood, want de VBOH heeft vrijwilligers die senioren helpen bij het doen van meldingen voor de WMO, het invullen van de belastingaangifte, het bijhouden van de administratie en ze leveren ouderenadviseurs. De VBOH, oftewel de Vereniging Bondenoverleg Helmond, is een samenwerkingsverband van de Helmondse seniorenorganisaties KBO Kring Helmond, PVGE Helmond, PCOB Helmond en NOOM. Het is voor veel Nederlanders lastig om formulieren van de overheid en semi-overheid foutloos in te vullen. Ook voor senioren is het een hele klus. Senioren met het inkomen, wat nagenoeg alleen bestaat uit AOW, komen op grond van dit inkomen in aanmerking voor 1 of meer toeslagen. Hiervoor moet wel een schriftelijke aanvraag worden gedaan. Problemen die zich hierbij voordoen zijn: het niet weten waar krachtens wet of gemeentelijke verordeningen een beroep op kan worden gedaan. Bij het invullen van aanvraagformulieren hiervoor niet begrijpt wat de vraag is. En het niet weten waar hulp kan worden gevraagd bij het invullen ervan. Hoi. Hoi. Oh, ben ik blij dat jij er bent. Waar is de Loos? Oh, ik word toch helemaal simpel van al die papieren. Ik moet aanvragen voor subsidie, voor toeslagen. Ik weet bij God niet hoe ik het moet doen. Nee, dat is niet gewoon helemaal duizelig van. Maar je bent toch lid van het KBO? Ja. Maar die hebben dan toch ook, als het goed is, van VBOH of zo, adviseurs die je erin kunnen begeleiden? Ja, daar hebben ze het wel eens ooit over gehad. Daar heb ik niet bij stilgestaan, helemaal niet. Geeft niks, we gaan even het nummer op zoeken en dan gaan we gewoon eens even bellen en kijken wat we kunnen afspreken. Ja. Dat is hier niet al hier iets.
Goedemiddag, met Jolanda Kostermans. Ik had even een vraagje. Mijn moeder zit met een hoop papieren waar ze dus echt door de bomen het bos nu weer ziet. En ik zou graag een afspraak willen maken dat er wat adviseurs... Senioren van 50 jaar en ouder kunnen een beroep doen op het VBOH voor de volgende zaken. Bij het invullen van belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen. Het helpen bij de aanvraag van hulp of hulpmiddelen vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning. Het vragen van advies over allerlei voorkomende vragen. Hulp bij de opzet van thuisadministratie. Nadat u deze aanvraag heeft gedaan, wordt door een van de vrijwilligers contact met u opgenomen voor het maken van een nadere afspraak en komt de vrijwilliger zo nodig bij u aan huis. Hey, kom erin. Doe ik. Vrijwilligers van genoemde bonden verlenen deze ondersteuning aan leden van deze bonden, maar ook aan niet-leden. De vrijwilligers hebben hiervoor een opleiding gevolgd en worden periodiek hiervoor bijgeschoold. Als u ondersteuning wil hebben, zijn er drie mogelijkheden. U kunt een e-mailbericht sturen met de vraagstelling naar info@vboh.nl. U kunt telefonisch uw vraag stellen via telefoonnummer 0492-792392. En leden van bonden kunnen hun aanvraag eventueel doen via hun eigen bond. Nadat u deze aanvraag heeft gedaan, wordt door een van de vrijwilligers contact met u opgenomen voor het maken van nadere afspraken en komt de vrijwilliger zo nodig bij u aan huis. En dan is het nu tijd voor onze wekelijkse activiteitenagenda. Een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving is belangrijk. Je voelt je fitter, bent minder langdurig ziek en je hebt misschien op termijn wel minder medicijnen nodig. Bijna elke maandagavond om 7 uur komt in wijkgebouw De Geesteldonk een gezondheidsthema aan bod. Op maandag 29 november staan voedzame maaltijden op de agenda. Een diëtist vertelt u er alles over. Het klimaat staat onder druk. Het is belangrijk dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt aan een beter klimaat. Maar wat kunt u zelf doen? Op dinsdag 30 november en zaterdag 4 december kunt u 's middags tijdens het energie-inloopspreekuur een kijkje nemen bij het Energiehuis in Helmond. U ziet alle oplossingen en technieken voor energiebesparing en duurzame energie. En als u dat wilt, gaat u ook aan tafel met één van de deskundige energiecoaches. Helmond is trots op haar industrieel erfgoed. De nijverheid en industrie in Helmond waren in het verleden van grote betekenis. Helmondse ambachtsgilden exporteerden textielgoederen tot ver over de landsgrenzen. Reden genoeg om aandacht te schenken aan de geschiedenis van het industrieel erfgoed van Helmond. Op donderdagen kunt u tijdens de erfgoedmiddag een kijkje nemen in het industrieel atrium. Een plek waar u herinneringen op kunt halen van het rijke verleden van Helmond. Het kost €7 en een QR-code is verplicht. Het jaar 1991 staat in de wereld van computers bekend als het jaar dat de term webbrowser voor het eerst werd gebruikt. En dat Philips de term interactief voor het grote publiek lanceerde met de Philips Compact Disc Interactive, oftewel de CDI. In het Home Computer Museum is de volledige collectie van de New International CDI Association aanwezig. De verzameling bestaat uit ruim 1500 discs, waaronder 500 professionele titels. Op vrijdag 3 december wordt de expositie om 12 uur geopend en zal de collectie speciaal worden uitgelicht met verhalen, presentaties en demonstraties. Mocht u een nieuwstip hebben voor onze redactie, dan kunt u die sturen naar helmondschout@ditishelmond.nl. En ook deze week sluiten we weer af met een leuk lied van de dames van Double Trouble. Ik zie u graag volgende week weer bij een nieuwe aflevering van Helmond Schout.
children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? And I tell them tenderly, hey, sit up, sit down. Say.